Beste luisteraars, welkom bij Doorbraak Radio. Vandaag gaan we het even hebben over wat er gebeurt in Engeland. En ik zit hier samen met UK-kenners Dirk Laremans en Harry de Pape. Welkom, heren. Goedemorgen. Harry is de auteur van een vrij recent boek, De Twee Kanten van het Kanaal, een geschiedenis van Engeland en de Nederlanden. En hij wordt toch wel Vlaanderens bekendste kenner van het Verenigd Koninkrijk genoemd. Dirk, jij doet ook al heel lang zaken in UK en omgeving, dus jij gaat ons verder kunnen helpen met het duiden van enkele economische gevolgen. Nu, waar ik het met jullie allereerst wil over hebben, is momenteel zijn we in de laatste aanloop naar de verkiezingen. En een tijdje geleden was wat er in Engeland gebeurde of in de UK gebeurde, was het dagelijks nieuws. Er stond altijd bij iedere nieuwsuitzending wel iemand live voor het parlement om het een en ander te duiden. En nu is het eigenlijk in onze media relatief stil. Wat gebeurt er, Harry? Van waarom horen we zo weinig? Men noemt dat in de UK zelf een very boring election. Hè. Ze vinden het een zeer saaie verkiezing. Nochtans is het een zeer belangrijke verkiezing. Hè. Dat hoef ik niet toe te lichten, denk ik. Iedereen beseft wel dat als Boris Johnson de verkiezingen wint, dat er dan sowieso een Brexit komt. En wint die niet, dan komt er wellicht uitstel. En toch, ondanks dat prangende thema en het belang van die verkiezingen, is het een vrij saaie verkiezing. En ik vermoed dat dat toch wel een rol speelt. En hoe komt die saaiheid? Voor een deel, de peilingen tot op vandaag ongeveer tonen een zeer grote voorsprong voor de Conservatives. En men gaat er blijkbaar vanuit dat Johnson het wellicht wel haalt. Maar ik zeg er wel heel duidelijk wellicht bij. Ik ben er nog niet helemaal van overtuigd. Maar is de Brexit dan de inzet van deze verkiezing? Dat wil Johnson toch wel. Hè? Johnson wil daar de Brexit-verkiezing van... Het is een Brexit-verkiezing sowieso. En hij wil op dat thema ook blijven. Hij wil zo weinig mogelijk naar andere thema's gaan. Want zodra ze op andere thema's gebracht worden, dan zit je op Labour-terrein. De NHS is een belangrijk ander thema. Dus de ziekteverzekering, zal ik maar zeggen. Dat is echt een Labour-domein. En zodra de Tories daarop gesleurd worden, komt dat meestal slecht uit voor hen. Je ziet dus dat de Tories er alles aan doen om het puur over Brexit te hebben. Terwijl er natuurlijk wel twee thema's in de hele campagne zitten. Er is een beetje een fundamentele keuze tussen een politiek as usual en Labour, die natuurlijk wel een bijzonder dramatische shift in de economische politiek voorstaat. Dus die twee thema's lopen een beetje door elkaar. En bij sommige mensen hoor je, dit is geen verkiezing voor, maar een verkiezing tegen. Zijn we tegen de Brexit of zijn we tegen Corbyn? Mm-hmm. Ja, dat is juist. Ik kan alleen maar bijtreden. Hè. Dus de figuur van Corbyn, die vorige keer in 2017... enorm populair was, en het is zijn populariteit die ervoor gezorgd heeft dat er een hung parliament is, want dat had het niet zien aankomen. Het is door zijn popularity boost dat er plotseling voor Labour een betere uitslag was, terwijl deze keer is hij zeer vertelend en zie je dat die populariteit enorm achteruit gegaan is. En daar speelt die angst voor een eventueel premierschap voor Corbyn speelt daar een rol in. Dat is ook de reden waarom hij geen verkiezingen wou. Ja, waarom ze een beetje aarzelden als oppositie om te zeggen, het is het moment, nu gaan we overnemen. Ja, daar speelt ook zijn Brexit-houding een grote rol in. Hè. Hij is, in het diepste binnenste van zijn hart, is hij een Brexiteer. En dat bewijst heel zijn politieke carrière. Terwijl hij nu een partij leidt die op zich niet voor die Brexit is. En je zit daar dus met een dubbele houding. Hij belooft nu aan de kiezer van, kijk, stem op mij. Dan gaan we een nieuwe deal onderhandelen. Alsof Europa daarop zit te wachten. Maar goed, hè, we gaan een nieuwe deal onderhandelen. En dan zal ik als premier neutraal een referendum uitschrijven waarbij u kan kiezen voor een nieuwe Labour deal voor Brexit of u kan kiezen om Remain te kiezen. En hij zal daarin neutraal blijven. En die houding wordt ook zwaar gecontesteerd binnen Labour, maar ook buiten Labour heeft men daar heel veel kritiek op die houding van Jeremy Corbyn. Maar heeft het ook niet te maken met de personen die dat rond Corbyn hangen? Want uiteindelijk, zoals naar goede Engelse gewoonte, is er een schaduwregering. En daar zitten toch wel enkele rare figuren in momenteel, om het op zijn zachtst te zeggen. Well, als we daarover beginnen, dan kunnen we een rariteitenkabinet beginnen. Zelfs van deze morgen verscheen nog een artikel waarin dat een aantal van die figuren uit de doeken gedaan worden. Mm-hmm. En hoe dat schaduwkabinet eigenlijk toch aan elkaar hangt van de, zoals ik het zou noemen, weirdo's.
Maar dat geldt ook voor de regering. Dat is een beetje het probleem, voor de politiek op dit moment. En dan merk je in alles. Hè. De bevolking vertrouwt de politici niet meer, omdat je te maken hebt met twee figuren. Aan de ene zijde Boris Johnson, anderzijde Jeremy Corbyn, die door de bevolking niet meer vertrouwd worden. En dat is een groot probleem in een van de meest existentiële crisissen die het Verenigd Koninkrijk al heeft meegemaakt van de voorbije decennia, de Brexit-crisis. En je hebt geen enkele leider die de mensen kunnen vertrouwen. En ook aan de frontbenches, zoals men dat noemt, hè, dus je hebt de schaduwregering en je hebt de regering zelf, ook daar is de figuur die over het algemeen weinig vertrouwen uitstralen. En dat is een groot probleem natuurlijk. Hè. Het is al bijna gelijk als Belgische politiek, hè? Met zo iemand als Boris Johnson kan je dan zeggen van dat als hij het wint, zoals de polls het nu laten uitschijnen, dat de kans groot is dat de reeds onderhandelde Brexit er zal komen, Dirk? Ik denk dat die kans quasi 100% is. Als Boris een meerderheid haalt in het parlement, en daar lijken de opiniepeilingen nu toch wel op aan te sturen, dan kan eindelijk die Brexit van de baan. En dat is eigenlijk goed voor iedereen. Stel dat die nu weer zou blijven hangen, dan krijg je weer onzekerheid, dan krijg je weer gedoe. En dat is een beetje waar Boris op hoopt natuurlijk. Let's get Brexit done, maar let's get Brexit out of the way. Ja, dat is ook een beetje de boodschap waarmee hij naar de kiezer trekt. En nu vandaag nog, hè, dus deze ochtend brengt Jeremy Corbyn een rapport uit, een geheim document waarin duidelijk staat dat de Britse regering bijvoorbeeld in Noord-Ierland ja, controles zal voeren op alle goederen die passeren. Nochtans is de grote belofte dat er geen checks gaan gebeuren, dat de grens effectief van Noord-Ierland in de Ierse Zee zal liggen. En deze middag heb je dan Boris Johnson, die op een podium staat en dat allemaal ontkent. He, er zullen geen controles zijn en die grens zal niet in de Ierse Zee enzovoort zal liggen. En je hebt opnieuw te maken met een betrouwbaarheidsprobleem. Moeten we nu Jeremy Corbyn geloven of moeten we nu Boris Johnson geloven? En dat is de grote tweespalt, die blijft duren. Maar wat Dirk ook zegt, treed ik wel bij, wint Johnson die verkiezingen, dan kan je ervan op aangaan, die deal die er nu bereikt is, zal dan worden uitgevoerd. Dat is trouwens, als ik in Engeland kom, hoor ik toch bij heel veel mensen dat een beetje de bekommernis is. Let's get it over with. Mm-hmm. Het heeft nu lang genoeg geduurd, we weten dat er een Brexit komt, doe het gewoon. En probeer de gevolgen zoveel mogelijk op te lossen. Maar zelfs de mensen die ik ontmoet heb en die vroeger zeer sterk Remain waren, die zeggen, ja, liever niet, maar als het dan toch moet gebeuren, alstublieft, doe het snel en zorg dat het van de baan is met zo min mogelijk problemen voor de economie. Ja. Dus het is niet zozeer een teken dat er, of deze verkiezingen staan niet in het teken of om een nieuw referendum uit te lokken. Wel, heel interessant om Dirk ook bij te treden. Heel interessant is de houding van de Liberal Democrats, de derde kleine partij. Die hebben gegokt op een strategie waarbij zij zeggen van kijk, stem op ons en we trekken alles in. Artikel 50 wordt geschrapt en wij blijven gewoon met de Europese Unie. En je merkt dat niet werkt in de peilingen. Want zoals Dirk zegt, zelfs Remainers beginnen meer en meer te aanvaarden. Het is nu zo. Ja, laten we het nu gewoon uitvoeren. En het mogelijke alternatief dat nog zou kunnen gebeuren is een tweede referendum. Daar vind je ook nog veel Remainers in dat kamp. Maar het idee om gewoon de Brexit te schrappen, zonder meer, zoals Liberal Democrats voorstellen, dat wordt gewoon niet geaccepteerd door veel Remainers. Want dat is dan een aanvulling van democratie, vinden die Remainers ook. Dus wat kan er nog gebeuren? Ofwel de deal van Johnson, ofwel een tweede referendum. En dat gebeurt dan als er geen meerderheid is voor Boris Johnson. Dan krijg je te maken met een tweede referendum. Daar kan je van op aangaan. Maar als hij geen meerderheid heeft, zal hij waarschijnlijk een coalitie moeten smeden. Dat is ook niet ideaal natuurlijk. Met de Schotten bijvoorbeeld, of met de Noord-Ieren. Dat wordt lachen. Daar gaat hij een coalitie moeten smeden met de Schotten en met de Scottish National Party en met de Liberal Democrats, die intussen, in de loop van die campagne, zeggen, ja, oké, goed, artikel 50 schrappen is wel extreem, maar een tweede referendum is ook wel goed, want ze voelen dat ze hun kiezers aan het verliezen zijn. En dus zou er een coalitie op de poten moeten gebracht worden met die Schotse nationalisten en de Liberal Democrats, en dan komt er een tweede referendum. Maar interessant daarin is, die SNP, die wil nog een ander referendum ook, hè. Die wil een tweede Schots referendum. En dus Jeremy Corbyn, als hij premier wil worden, gaat naast dat tweede Brexit referendum ook een Schots referendum moeten beloven. En dan zie je dat het in Schotland weer een ander thematiek heerst, namelijk stem op de SNP en je stemt voor een tweede referendum, stem op Labour, je stemt voor een tweede Schots referendum, of stem voor de Tories en dan komt er geen Schots referendum. En die campagne speelt daar nu in de SNP.
Dat zou mij dan toch verwonderen, want als er Brexit komt, hebben de Schotten een absolute excuus en een reden om een nieuw referendum te vragen. Tuurlijk, ja, maar dan zie je de unionisten in Schotland, die verzamelen zich nu volop rond de Tories. Hè. Dus zelfs, zij verkiezen zelfs een Brexit boven een Schotse afscheiding van het Verenigd Koninkrijk, de unionisten. Hè. Terwijl de Schotse nationalisten zich natuurlijk rond de SNP scharen. En wat zie je gebeuren in de peilingen? Dat Labour, dat Schotland was ooit Labour-land, maar Labour stelt niets meer voor in Schotland. Hè. Dus men is, het zijn twee polen nu naast elkaar, waarbij de SNP de grootste pool is en van de unionisten de Tories nog overblijven als enige alternatief. Maar krijg je dan niet een rare situatie dat de S&P enerzijds natuurlijk heel graag in de EU wil blijven, maar dat als de Brexit dan niet doorgaat, ja, dat er voor hen ook de reden verdwijnt om het Schots referendum opnieuw op de kaart te plaatsen? Ja, en daar kaart je iets heel treffends aan, dat klopt, ja. En ja, oké, dan we hebben de Schotten, we hebben de Liberals gehad. Van, zijn er nog partijen die hier een rol kunnen inspelen? Van, wat is de houding bijvoorbeeld van de Ieren? Van, gaan die nog een rol kunnen erin spelen? Daar hangt alles af van de grootte van de partijen in Noord-Ierland. En je ziet nu in de peilingen, de DUP is aan het krimpen, maar blijft wel de grootste. En de Sinn Féin is een beetje gegroeid, maar niet zodanig gegroeid in de peiling dat ze de grootste wordt. En Sinn Féin neemt traditiegetrouw de zetels in het Lagerhuis niet op, als protest dat ze bij het Verenigd Koninkrijk zijn. Dus de DUP, zijn rol zal ook kleiner zijn, wellicht als de peilingen kloppen, dan het nu had. Ze zal wellicht minder zetels hebben. En kan dus minder wegen op een eventuele, ja, op eventuele Tories, als die toch nog een krappe stemmen nodig heeft of zo, hè, dan gaat er minder op kunnen wegen dan nu. Dus Noord-Ierland verliest een beetje zijn slagkracht volgens de peilingen. Hangt natuurlijk ook een beetje van de coalitie af. In de vorige situatie hadden ze die nodig. En konden die dus zwaar wegen op de onderhandelingen met Europa rond de grens in Noord-Ierland. Als ze die in een volgende regering niet meer nodig zouden hebben, ja, dan worden die uiteraard als allereerste gedumpt. Ja, dat is ook zo. Hè. En Noord-Ierland heeft op dit moment ook geen eigen regering. Ze zijn nog steeds niet geslaagd om een regering op poten te plaatsen in hun eigen regio. Dus ze hebben nog steeds geen stem met een eigen regionaal parlement, want ja, die liggen daarover op met elkaar. En dus stel dat er een Tory-regering komt, waarbij de DUP niet nodig is, dan zal er een minister vanuit Londen gaan bepalen wat het beleid is in Noord-Ierland, omdat ze zelf nog altijd er niet uitgeraakt zijn om een eigen regering te vormen. En dus Noord-Ierland wordt alweer een soort van ja, mini-kolonie net naast Groot-Brittannië. Wat nu wel interessant is in deze verkiezing, en dat hebben we eigenlijk nergens nog in Europa gezien, overal in Europa gaan de socialistische partijen achteruit. Zij schurken meer en meer naar het centrum, maar blijven achteruit gaan. De Engelsen hebben een compleet andere richting gekozen. Die zijn helemaal naar links afgezwaaid, een beetje ja, P van de A-achtig. En ik zou zelfs zeggen, nog een heel stukje linkser dan wat de PvdA hier voorstelt. Nationalisaties, hogere rechten overal, enzovoort, enzovoort. Er is een lange waslijst van dingen waar ik denk dat de P van de A zelfs niet aan zou durven denken hier. En dat zij met een dergelijke politiek toch, ik zou niet zeggen op winst staan, maar toch durven van dat aan de kiezer voor te leggen. En dan zelfs hopen om dat te gaan kunnen uitvoeren. Dat is in Europa toch wel een heel unieke situatie. Ja, ik heb daar eens een interessante analyse over gehoord. Er was iemand, ben nu even de naam kwijt, die daar een interessante verklaring voor gaf. Die zei, kijk, Jeremy Corbyn begrijpt, hij is nu in het 70... 70, 71 jaar, dat zijn politieke carrière zo goed als voorbij is, tenzij hij premier zou worden, want die kans lijkt op dit moment nog steeds onbestaande, dat hij toch zijn erfenis wil klaarleggen. Hij wil dat Labour in de linkse hoek blijft zitten. En daardoor gaat hij nu voor een zeer waar links programma, om daar toch iets van over te houden. Dat was een stelling, ik vond die wel interessant om te horen. En terwijl in het verleden Labour meer naar het centrum ging, denk maar aan de tijd van Tony Blair, waarbij het meer een centrumpartij was. Dat is een mogelijke verklaring. Wat ik ook al gehoord heb intussen, is dat veel kiezers zich vragen stellen bij het programma van Labour in die zin, oké, goed, zij beloven allerlei zware investeringen, nationaliseringen enzovoort, maar wie gaat dat blijven betalen? Is dan het grote vraagteken. Van waar komt dat geld allemaal plotseling?
En dat is ook... Wel, er is een heel interessante discussie in de pers natuurlijk. En niet alleen in de roddelpers, maar ook in, laten we zeggen, de financieel-economische pers. Mm-hmm. Waar een aantal van die dingen toch wel serieus besproken worden. Mm-hmm. En in een aantal van die punten zegt men, ja, hij heeft ergens wel een punt, maar, en dan komen natuurlijk alle praktische bezwaren. Hij heeft ook bijvoorbeeld gezegd, ja, we gaan geen helikoptergeld drukken. Maar we gaan wel alles zwaarder belasten. Iedereen die boven 80.000 pond verdient, zal een serieus hogere rekening krijgen. Afnemen van aandelen van grotere bedrijven. Allee, er is een hele waslijst van dingen waar men hier, als men daar hierover praat, stijl van achterover zou slaan. En waar zelfs Paul Magnet bang voor zou zijn. Maar daar wordt daar serieus over gesproken in de kranten. Men krijgt voortdurend artikels, men krijgt voortdurend discussies over ja, deze maatregelen, wat daarvan, en deze maatregelen, wat daarvan. Oké, maar dan zitten men daar inderdaad zeer links in dat kamp. Wil dat dan ook zeggen, we hebben daar straks duidelijk jullie horen zeggen van oké, als dat linkse kamp wint, dan wordt er ook een nieuwe Brexit-deal onderhandeld. Ja, gaan er dan heel veel andere gevolgen zijn voor ons hier in Vlaanderen? Want ja, zo links... Ik betwijfel dat sterk. En waarom? Dat heeft te maken met de Europese Unie. Dat is dan de derde keer, hè? Dat is een derde keer dat dan aan de Europese leiders gaat vragen, kom bij ons aan tafel zitten en willen een nieuw akkoord onderhandelen. Nu, als we bekijken wat de Europese Unie dan als uiteindelijk nog bereikt heeft met Boris Johnson, is dat niet zoveel verschillend met wat Theresa May bereikt heeft. En ik kan me moeilijk inbeelden dat de Europese Unie plotseling een compleet andere deal op tafel zal leggen en zeggen, goed, we gaan totaal andere punten toegeven. Ik kan me dat niet voorstellen. Ik denk dat de Britten alweer... op een eiland leven, maar dan bedoel ik niet letterlijk, maar figuurlijk, in een politiek eiland leven, compleet met zichzelf bezig zijn. En wanneer de verkiezingen, stel nu dat dan Labour zal winnen, dan na de uitslag, na die verkiezingen, dat men dan plotseling met de politieke realiteit zal geconfronteerd worden van Brussels. Dat Brussel zegt, ja maar jongens, wat een akkoord, dat was het. Waar komen jullie nu plotseling weer mee aankloppen? Dus ik denk dat de realiteit weer iets anders zal geven dan wat er nu beloofd wordt. Ja, er is ook weer een interessante paradox natuurlijk. Het politiek beleid dat Labour zou willen voeren, is eigenlijk als lidmaat van de Europese Unie niet haalbaar. Nee. In Europa zit zoveel grendels en moeilijkheden op dat pad, dat iemand die echt serieus zegt, dit is een politiek die ik wil voeren, eigenlijk geen andere keuze heeft dan te zeggen, jongens, dan moeten wij alle hefbomen in handen nemen. En dan kunnen wij geen lid blijven van de Europese Unie. Zelfs geen lid van de duale Unie of wat dan ook. Nee, dat is een beetje een paradox natuurlijk. Denk maar aan nationaliseringen. Hè. Nationaliseringen die Labour wil doorvoeren, dat staat haaks op hetgeen wat de Europese Unie wil. Hè. Ja, vrij verkeer van personen, goederen enzovoort. Allee, wie zo'n politiek wil implementeren, die moet natuurlijk de handen vrij hebben. En vandaar is het een beetje onlogisch dat Labour niet zegt, jongens, Brexit, doe maar, dan kunnen we doen wat we willen. En dan gaan we onze heerlijke politiek uitvoeren. Hmm. Nu sowieso de beide partijen, als ik over de beide partijen nog even mag, de beide partijen beloven op dit moment dingen waarvan ik nu al zeker ben, binnen 5 jaar tijd zal men daarmee geconfronteerd worden en zal men zeggen, kijk, prime minister, wie het ook is, wie heeft dit beloofd en dit beloofd en dit beloofd, dat is er allemaal niet gekomen. Ik denk bij Boris Johnson aan de 40 ziekenhuizen die hij plotseling belooft, die blijkbaar uit de grond gaan gestampt worden. Je weet nu al, dat komt er nooit. Hè? En hetzelfde met al die andere voorstellen van Labour, dat zal er nooit komen. En men belooft, men speelt Sinterklaas, tegenover de bevolking en men hoopt de bevolking het slikt. Tja, het is 6 december vandaag, het is misschien een goed moment. Maar dat is ook niet alleen voor Engeland. Hè. Als we kijken wat de politieke partijen hier bij ons uit hun bol getoverd hebben en wat nu nog bij de regering op tafel ligt, is ook veel Sinterklaas en de rekening is voor de achterkleinkinderen. Om het eens over een ander topic te hebben, dat toch blijkbaar nu nog in deze Engelse verkiezingen speelt. Er wordt de laatste dagen heel veel gezegd over jodenhaat. Waar moeten we dat situeren? Ja, dat is iets heel bijzonders. Hè. Dus die klachten die hangen al een tijdje rond Labour. Sinds dat Jeremy Corbyn Labour-leider is geworden, neemt die klachten toe. Nu is er een rapport uitgekomen, gisteren, waarbij men eigenlijk gaan beschrijven is welke problemen er juist allemaal naar boven komen. En dat zijn echt gekke dingen. Hè. Dit gaat dus, ik dacht aanvankelijk dat dit vooral ging over de klassieke, vandaag klassiek geworden,
tweestrijd Palestina-Israël, dat men daar dan snel antisemitisme ging aanplakken. Maar daar gaat het niet alleen over. Het gaat echt over pure Jodenhaat die leeft bij groepen mensen die nu lid zijn geworden van Labour. Waarbij men dus bijvoorbeeld mensen die lid zijn van Labour, die van Joodse afkomst zijn, thuis gaat gaan bezoeken en eens gaan kijken wat voor soort mensen zijn jullie. Joodse leden die op Labour-congressen worden buitgepest puur omdat zij Jood zijn. Van die zaken allemaal, dat gaat heel ver. Dat is heel vreemd. Hoe is dat mogelijk geworden? Want op zich, Labour heeft uiteraard, onder Tony Blair en daarvoor, dat niet altijd zo gekend. Onder Corbyn zijn er massaal veel leden bijgekomen die vrij makkelijk lid geworden zijn, die achter hem aanlopen, die hem als een soort van messias beschouwen, wat misschien in de Joodse context misschien een vreemde vergelijking is, maar goed. En die mensen die vergiftigen nu heel die partij met een soort van antisemitisme dat al jaren niet meer gezien geweest is in het Verenigd Koninkrijk. Het is ook een discussie die enorm raar klinkt bij ons. Als wij dat hier lezen, dan krijgt men dikwijls het gevoel dat men met ogen moet knipperen van zijn die mensen nu op hun kop gevallen? De discussies lopen ginder compleet op andere lijnen dan dat ze hier bij ons lopen. Ja, juist. Ja. Je hebt ook oud-parlementairen die opstappen, hè, die gewoon de partij verlaten. Hè, die dus na jaren dienst, trouwe dienst voor Labour zeggen, ik blijf geen lid meer van deze racistische partij. Dus het moet zeer diepst. Hè. En er is een heel debat binnenin gaande. Corbyn wordt verweten dat hij te weinig doet daartegen, dat hij het ook tolereert allemaal, dat hij het zal stimuleren. Nu, daar durf ik geen uitspraak over doen. Dat zijn discussies die de ene van het grote gelijk, zal ik maar zeggen. Maar er is toch serieus wat aan de hand met die partij. Goed, ja, we zullen er nog uren kunnen blijven over discussiëren. Heren, ik dank jullie wel voor jullie input. Laat dit ons beschouwen ook als een voorsmaakje op een doorbraakactiviteit die we organiseren en waar al onze luisteraars van harte welkom zijn. Op donderdag 12 december start om 20:00 in het provinciehuis in Antwerpen. En we zullen daar beginnen met een boekvoorstel over het nieuwe boek van Harry. En we vervolgen met een Brexit-babbel met als panelleden Harry de Pape, onze oud-Vlaams minister-president Geert Bourgeois en Pieter Kleppe van de Britse denktank Open Europe. En aansluitend gaan we ook nog eens een kijkje nemen hoe die avond, of we reeds uitslagen binnenkrijgen vanuit de UK en welke richting die uitslagen uitgaan. Dus iedereen van harte welkom. Heren, rest mij nog om jullie te bedanken. Dank je wel, Harry. Graag gedaan. Dank je wel, Dirk. We zien elkaar op de 12e, hè? De verkiezingsdag. En laat ons hopen dat het een interessante uitslag wordt. Zeker en vast. Beste luisteraars, aangenaam dat jullie erbij waren en tot een volgende keer.